sickle cellen is een bloedaandoening. Het is niet besmettelijk, maar het is erfelijk. Je wordt ermee geboren dus. En je krijgt aanvallen. Sommige mensen zijn dragers, die zijn AS'ers. Je hebt SS'ers en ik ben S-beta-thalassemie. Dus ik heb sickle cell en ik heb thalassemie. Dus dat is een combinatie van twee bloedaandoeningen. Het is vrij ernstig wanneer je een aanval krijgt. Ik had laatst een aanval gehad en het was helemaal niet prettig, want ik kon binnen een half uur gewoon niet meer lopen. En ik moest naar de dokter gaan, maar ik wist niet dat dat ze me zouden opnemen. Omdat het nog nooit gebeurd is. En daar ben ik 32, zie je. Dus je kan sickle-cellen niet onder één kam scheren. Toch? Want ik ken andere mensen die elke maand in het ziekenhuis liggen. Het is pijnlijk. Als je een schaal zou hebben van 1 tot 10, of van 1 naar 10, was het 10 plus, 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 plus. Ik dacht zelfs dat mijn lichaam die pijnen niet zou kunnen verdragen. Als je het hebt over medische begeleiding, dan moet je om de zoveel tijd naar een internist. Zodat ze alles kunnen testen, bloedonderzoekingen kunnen doen, kijken hoe je ogen het doen, je longen, etc. Dus dat moet er wel gebeuren, elk jaar. Om de zoveel tijd moet je gaan checken hoe het met je lichaam gaat van binnen. Sickle cell aan een ziekte, zij happy seeking. Akantaki ay hati bonyo. Akantaki ikan de bonbon no no. Baka 5 minuten jij fi bon. Akantaki so lesi breti so te gewoon je kisi wan aanval. Akantaki je stress je kisi wan aanval. Alas an ikan trigger wan aanval. Isabi, anaf de so taki kan de ya nyan bon, kan de ya dingi bon of so. Kan de ya douala de sande ma toch je kisi wan aanval. Awan fu felis ani. Ma ya manduna wa sande bika aso wo gebore kaba. Qua kinderen, als je een toekomstplan wilt, of een toekomstplan wilt, dan moet je sowieso uitkijken dat je partner geen AS'er is. Want kijk, ik heb S-beta-thalassemie. Als mijn partner een drager zou zijn, dan zou mijn baby nu ook sickle-cell-ziekte hebben. Maar we hebben dat bewust gedaan. Ik heb hem getest, hij heeft niks, dus we hebben gewoon een kind gemaakt. Maar het zou ook anders kunnen aflopen, dat hij juist een drager was of ook sickle-cellen had. En dan was het anders afgelopen. Dus het is heel belangrijk om dat te checken. Qua werk verrast het je gewoon. Als je ziek bent, ben je ziek. Je kan niks doen. Je kan zeggen, het bepaalt jouw leven voor jou. Want je kan zoveel plannen hebben, maar als je ziek bent, kan je helemaal niks doen. Je moet gewoon rusten, je morfine innemen en dan komt het goed. Sickle cell is niet het einde van de wereld, helemaal niet. Reden waarom? Ik laat me niet in een hoekje zetten door mijn aandoening. Zodra ik me goed voel, begin ik te doen wat ik wil. Want ik zeg altijd, we leven maar zo kort. Make the most of it. Nothing human can be alien to me. Ik doe gewoon wat ik wil, wanneer ik wil. Maar als ik ziek ben, neem ik mijn rust en wanneer ik helemaal hersteld ben, dat doe ik gewoon wat ik moet doen. Want ik zeg niet dat ik een patiënt ben of ik doe niet zieliger over. Het is eenmaal zo, ik heb het geaccepteerd en ik leef gewoon verder. Je eetpatroon is ook belangrijk. Ik moet per dag minimaal 3 liter water drinken. Dat probeer ik te doen. Ik probeer te rusten. Dus al die dingen moeten in balans zijn, anders kan je zo weer een aanval krijgen. En voor degene die een ergere vorm hebben, zou ik zeggen, blijf geloven in jezelf. It's not the end of the world. Probeer het beste te maken van je leven. Het is al een zegen dat je ademt, dat je hart klopt. Zoveel zijn er niet meer, dus probeer echt het beste te maken ervan. En als je osteodresis kent, je ziekte gaat niet weg, maar als je iets kan gebruiken tegen de pijnen, kan je dat ook proberen. Het is zoeken en kijken wat bij jou past, snap je? Om te kijken hoe je verder kan gaan in het leven. Deze masabia ziki, ik ben wel tegen deze maritaki. Anna, kabafu gong tapu. Taki e, je hebt ziki daar. Je mandu na wasani. Zolang je fi boon,
ik kan op do zijn man. Ik kan ook om mij binnen toe, 32 jaar in mij, mij toe bedrijf. Tem ziek in mij de plat, maar tem ik heb ik haar kiet bakka. Mij ook al. Ik zeg, en hij stop hier voor do zijn wanneer. Mij zegt dat je voelt, en zo samen, de gebruik als zo deze, dat de naïef is om mijn pijn. En dat ik al poe als ik in die ziekte. Maar ik kan gebruik als zo deze, go onderzoek zijn ook al gejoe. Ik kan dat dat ik je in gebruik aan dan aan namo. Ik kan lukken zijn ook al gejoe dat ik gebruik. Ik kan zo niet zeggen.